Werk je bij een gemeentelijke instelling of een WSGO-organisatie? En praat je met medewerkers over hun loopbaanontwikkeling? Of ben je verantwoordelijk voor het loopbaanbeleid binnen de organisatie? Dan is deze serie video's over de arbeidsmarktscan iets voor jou. De serie is opgenomen in 4 video's. Deze video gaat over het waarom van de arbeidsmarktscan. De tweede video gaat over de 8 stappen hoe je de scan kan invullen. De derde video gaat over de rapportage en hoe je die terug kan koppelen aan de medewerkers. En de vierde video gaat over de meest gestelde vragen. Ik ben Lena Tiemersma, ik werk bij het ANO Fonds Gemeente. Als fonds werken we alweer jaren samen met LDC. Vooral als het gaat om loopbaanontwikkeling van gemeentelijke medewerkers. Straks zal Alwien de Boer van LDC zich aan jullie voorstellen. En alle scans zijn te vinden op allesuitjezelf.nl. Loopbaanontwikkeling op de kaart zetten bij gemeentelijke organisaties. Dat is een van de thema's van het ANO Fonds Gemeente. En de komende jaren is investeren in loopbaanontwikkeling bij medewerkers des te belangrijker. En dat komt onder andere door de krapte op de arbeidsmarkt, door het digitaliseren van het werk. Maar ook een grote groep van gemeentelijke medewerkers is ouder dan 50 en is praktisch opgeleid. De reden waarom we de arbeidsmarktscan op alles uit jezelf hebben geplaatst, is omdat je medewerker heel snel een helder inzicht krijgt in hoe zijn huidige arbeidsmarktkansen liggen en die in de toekomst. Je krijgt een duidelijk rapport en de medewerker kan ervoor kiezen om dat met jou als loopbaanprofessional te bespreken. De arbeidsmarktscan hebben we op allesuitjezelf.nl geplaatst, omdat je eigenlijk binnen een paar minuten inzicht krijgt in hoe jouw kansen op de arbeidsmarkt liggen en hoe dat in de toekomst is. Met het rapport wat eruit komt, kan je medewerker naar jou toe komen als loopbaanprof, maar hij kan hem ook voor zichzelf bekijken. Op allesuitjezelf.nl staat ook de opleidingen- en beroependatabase. Deze heeft een directe verbinding met de arbeidsmarktscan, waardoor een medewerker gelijk inzicht krijgt in wat een beroep inhoudt of wat voor opleidingen passend zijn. Ga voor de arbeidsmarktscan naar www.allesuitjezelf.nl. Je medewerker kan deze scan kosteloos invullen. En dan gaan we nu door naar de volgende video met Alwien de Boer over het invullen van de scan in 8 stappen.